Tommy Kamstra showt maar al te graag de prijs aan zijn klasgenoten. Hij is heel blij dat hij zich een jaar lang de beste dovenvoorlezer van Nederland mag noemen. Tommy, die sinds zijn geboorte doof is, las de jury een verhaal voor uit deel 7 van de Griezelbusreeks van Paul van Loon. Tommy is zelf geen boekenwurm, maar hij heeft thuis veel geoefend en goed bedacht hoe hij de details van het verhaal wilde gebaren. De jury vond hem uiteindelijk de beste. Volgens zijn vader Jelle Kamstra, die ook doof is, is Tommy thuis ook een goede verteller als hij iets heeft meegemaakt. De beker krijgt een mooie plek bij Tommy thuis.